officieel te dopen en in te schrijven in het bevolkingsregister van de stad Blankenberge. Voor het verwelkomingswoord geef ik graag de woord aan uw burgervader, meneer de burgemeester. Dank u wel, Balleman. Dank u wel, Belleman. Geachte leden van het college, gemeenteraadsleden, raadsleden, wel edele heren en dames, beste Halloweeners, goedemorgen allemaal. Mag ik u in naam van het stadsbestuur in de eerste plaats hartelijk welkom heten hier aan ons stadhuis voor dit historisch moment. Vandaag zijn we allemaal getuigen van de doop van de Ruzin Stientje Bogaert in het kader van Halloween 2015. De jongste jaren is Halloween uitgegroeid tot een belangrijke publiekstrekker, welke jong en oud kan bekoren. Ik wil dan ook iedereen hartelijk danken die van Halloween een prachtig evenement voor heel het gezin heeft gemaakt. Na de geslaagde voorgaande edities zal Halloween dit jaar weer verder opgewaardeerd worden. Naast een waaier van activiteiten, zoals de gesmaakte parade, de gekende heksenworp en heksenverbranding, de pompoencarving waarbij de jongeren zich inspannen om echte kunstwerkjes uit de pompoenen te snijden, een griezelmarkt met vele typische accessoires die aanwezig zijn, een speciaal vuurwerk en nog veel meer, kunnen we dit jaar als kers op de taart, of zou ik beter zeggen als heks op de bezem, een nieuwe reus verwelkomen. Zoals u weet kennen we in Blankenberge reeds vele jaren een echte reuzencultuur met vier fantastische reuzen. De oudste, onze Blankenbergse mascotte, zag het levenslicht in 1952. Deze reus draagt trots de kleuren van onze stad en werd destijds gemaakt om onze stad te vertegenwoordigen op belangrijke manifestaties. En dat is de reus aan mijn linkerzijde met de mooie schelp op haar hoofd. Naar aanleiding van de folkloristische havenfeesten, die in de jaren 50 voor de eerste maal werden georganiseerd, gaf het stadsbestuur eveneens de opdracht om drie nieuwe reuzen, allen gebaseerd op bestaande historische figuren, te concipiëren. In de eerste plaats is er de figuur van Cornelius Huys, alias Corno, uit 1956. Zijn wederhelft kwam er in 1974, namelijk Colettieke, alias Colette. Corno en Colette huwden, zoals het hoort, op 8 juni 1974, dus 4 jaar later, en in 1978 werd er een kleine nieuwe reus geboren, namelijk Jozef van Heetvelde, of natuurlijk al gekend als Zeven Hubert. Finaal zag in 2004 Hustenkwik het levenslicht. Deze reus, eigendom van de handelsgebuurtenkring Haven en Gebuurten, is gebaseerd op de vissersfiguur August van Heetvelde, zoon van Jozef van Heetvelde of Zeven. Samen met Corno, Colette en Zeven is Hustenkwik sinds 2004 altijd van de partij op onze folkloristische havenfeesten. Omdat Halloween in onze stad steeds prominenter wordt, kon een eigen Halloweenreus natuurlijk niet langer ontbreken. Ik ben dan ook zeer trots om als burgemeester Stientje aan jullie voor te stellen. Justine Bogaert, Stientje in de volksmond, is geboren op 12 maand maart 1832. Ze woonde aanvankelijk in de Pekstraat 12, parkstraatje voor de jongeren, Pekstraatje 12. En na de dood van haar man in 1907 verhuisde ze naar de Pekstraat 57. In oktober 1914 zocht Justine opnieuw een ander onderkomen en belandde ze midden in de Eerste Wereldoorlog in Brugge, waar ze een eenzame dood kende. Ze was een lange, grote, karige vrouw met gitzwarte krullende haren, zoals u ook kan zien. Justine Bogaert was een personage waar iedereen bang voor was. Niet zomaar bang, maar verschrikkelijk bang. De inwoners van Blankenberge geloofden namelijk dat zij een verschrikkelijke heks was. Wanneer Stientje bij iemand op bezoek was geweest, lieten de mensen de pastoor komen om hun huis te zuiveren van de heidense krachten. In 1880 heeft pastoor Leroux, samen met de voorzitter van de kerkfabriek, haar boeken gedeeltelijk verbrand om zo haar krachten in te dijken. Na het overlijden van haar man woonde ze alleen. Ze bezat kruidenboeken, verkocht kruiden en maakte kruidenmengsels. Daar rond werden er heel wat sappige verhalen verteld. Zo kon ze,
volgens de volksmond beelden van plaats doen veranderen en voorwerpen doen verdwijnen. Als ze kinderen kon aanraken, werden deze ontzettend ziek. Vissers die haar pad kruisten, maakten snel rechtsomkeer en gingen die dag zeker niet in zee, want dat bracht enorm veel onheil. Dames en heren, u hoort het, het was een ferme madame met ongelooflijke krachten. Een beetje lijkt mevrouw, maar goed, dat is wat anders. In ieder geval een reuzin die perfect past in ons Halloween-verhaal en zeker een meerwaarde zou betekenen voor onze stad. Sta mij toe om tot slot iedereen uitdrukkelijk en hartelijk te bedanken die meewerkte aan de realisatie van Stientje. Ze zal zeker een heel specifieke plaats krijgen in ons hart en bij alle folkloristische feesten van de stad Blankenberge. Dank u wel. En mag ik nu uw aandacht voor de grote hangmaker van heel de festiviteit, Nick Dont. Goedemorgen. Ik ga je toelichting geven over het ontstaan van de reuzin. Het idee voor het bouwen van een reus vond zijn oorsprong bij de carnavalsvereniging De Zandstuivers uit Blankenberge. Hun actieve medewerking sinds enkele jaren aan het Halloweenprogramma Carnaval en Bloemencorso bracht uiteindelijk het idee om de kalme zomermaanden op te vullen met een ander initiatief. De deelname van reuzin Heks Jacqueline Puit uit Nieuwpoort, lid van de reuzenhelden Jan Turpin en mijn actieve medewerking aan de kerngroep Halloween bracht me tot het idee om zelf een reus te bouwen. De richting hadden we al. Een reus gingen we bouwen en een reus zou er komen. Het hele project moest gelinkt worden aan Halloween en aan de huidige bestaande stadsreuzen. Met het in contact komen van de Isehemse belleman, die afgevaardigde van de reuzen in Vlaanderen, kwam het idee om een heks te bouwen volledig tot stand. Een prachtig artikel komt er een nieuwe Halloweenreus in Blankenberge op de website van de Reuzen in Vlaanderen en de steun van Lika kon de carnavalsgroep uit Blankenberge niet meer tegenhouden. Het vele opzoekingswerk door Dieter Pieter, stadarchivaris van Blankenberge, Guy van de Driessen van de Reuzen in Vlaanderen en de steun van mijn beste vriend Guy Thijssen bracht uiteindelijk het idee om een personage te kiezen van een althans bestaande inwoonster, Justine Bogaert, in de volksmond Stientje. Met betrekking tot de bestaande stadsreuzen, die een vissersfamilie voorstellen, was de link ook vlug gelegd. Stientje Bogaert was een afschuw voor de vissers. Justine, alias Stientje Bogaert, wordt vandaag 24 oktober 2015 herboren en gedoopt. Het bouwen van een reus en de administratieve winkel die eraan te pas komt, was een heel project. Daarvoor wil ik ook sommige mensen bedanken. Burgemeester Patrick de Klerk, mijn eerste bespreking was wel met koude koffie. Schepen van Halloween en carnaval, Daphne. Guy Thijssen, Guy van de Driessen, afgevaardigde reuzen in Vlaanderen, Lika België, Dont Veronique, mijn zus, Rita Manoud en Rina Vink, mijn naaistes, Benny Vention en Donald, die hebben meegewerkt aan de kop, en mijn sponsors, niet te vergeten, BVP Brugge, Stoffenverkamping, Oostende en Sanitair Bertje. Ik geef nu graag het woord aan schepen Philip Konings. Dankjewel, Nick. Blankenberge heeft wat met erfgoed en reuzen zijn erfgoed. Naast het onroerend erfgoed is immaterieel erfgoed een belangrijke pijler geworden in het Blankenbergse erfgoedbeleid. En getuigen daarvan zijn onder meer de opname van het Blankenbergs carnaval en de bloemencorso op de lijst van het immaterieel erfgoed Vlaanderen en de bijhorende erkenning van deze waardevolle tradities van onze stad als immaterieel cultureel erfgoed.
Het Blankenbergscarnaval, dat is een traditie die uiteraard niet meer weg te denken is uit onze lokale erfgoedgemeenschap, prijkt al sinds 2012 op deze prestigieuze lijst. Dit dossier werd door de stad zelf ingediend, terwijl de erkenning van het Corso in 2013 een gezamenlijk project was en nog altijd is met de verschillende Vlaamse Corso-steden en met het Nederlandse Zundert. Intussen zijn ook de voorbereidingen gestart om samen met de andere Vlaamse badplaatsen ook de traditie van de zeezegeningen of de zeewijdingen op deze lijst van cultureel erfgoed van Vlaanderen te laten opnemen. Het begrip immaterieel erfgoed is relatief nieuw. Erfgoed, immaterieel erfgoed, dat zijn alle niet tastbare gewoonten en gebruiken van vroeger die men koestert en blijft koesteren. Dit soort erfgoed stond vroeger algemeen bekend als tradities, volkscultuur, ambachten en dergelijke meer. En onder een impuls van UNESCO en de conventie van 2003 wordt dit nu wereldwijd erkend als erfgoed en gezien als waardevol voor de identiteit van een lokale erfgoedgemeenschap. Het meest recente initiatief van het stadsbestuur om het Blankenbergse immaterieel... Mag ik verzoeken de Peter en de Meter naar voren te komen? O volk van Blankenberge, Alte Haar, voor u staat hier Stientje Bohaert klaar. Voor een festijn van beter soort, dat is hier altijd zoals het hoort. Als ereburger van deze stad, is zij niet vies al van een vat. Na Dominique zijn slipper komt uit, ze heeft wel degelijk haar vaders snuit. Wie ziet dit kunstig intellect, weet dat zij op haar moeder trekt. Eens moeder Veronique borst ontzien, wordt zij alras een reuzetrien. Wat brengt een reuzin vandaag meer baat dan van haar Peter goede raad? Belooft hij, Bjorn Prasse, hier officieel, dat zij zal drinken, nooit te veel, dat zij mag komen met het nieuwe jaar voor een borrel en een sigaar? Ja, ik beloof. En ziet hij Daphne hier, zij is de meter Ozofier. Belooft hij dat zij steeds blijft kuis, tot zij heeft een reus in huis, dat zij bekend wordt nationaal, het symbool van Blankenbergen kolossaal? Ik beloof. Heeft iedereen dat goed gehoord? Ja. Heeft iedereen dat goed gehoord? Ja. Zegt het dan voort.